Er worden geen asielzoekers opgevangen in de Twentehallen in Enschede. Althans, als het aan de gemeenteraad van Enschede ligt. Gisteravond bleek binnen de lokale politiek te weinig draagvlak voor de opvang van maximaal 60 asielzoekers aan de Rulver. Maar een eerdere belofte om de crisisopvang in de voormalig vertrekhal van luchthaven Twente, waar het nu zit, niet te verlengen, wordt door een besluit van de gemeenteraad wel verbroken daardoor. Het college zit daardoor nu ook in een lastig pakket. We gaan erover praten met Wilco Lauwers. Hij volgde de vergadering. Wilco, neem ons even mee. Wat stond er gisteravond precies op programma aan moties? Ja, gisteravond werd asielzoekersopvang in Enschede besproken. Dat was eigenlijk onlangs werd het al aangekaart toen het college bekend maakte dat de crisisopvang nu in de vertrekhal op de luchthaven, de oude vertrekhal, worden maximaal 60 asielzoekers opgevangen. Dat die verlengd zou worden op verzoek van het kabinet tot eind maart. En dat daarvoor de Twentehallen werden uitgekozen. En dat heeft ermee te maken dat een belofte was gedaan aan Londenaren. Nou, we gaan daar de crisisopvang nu doen, nadat de noodopvang daar ook al was geweest. Dus we gaan deze niet verlengen. En ja, mocht dat nodig zijn, dan moet je dus op zoek naar een andere locatie. Dat is Twentehallen geworden, veel kritiek op. En dat bleek gisteravond, er werden 3 moties behandeld. Eentje van de PVV. De PVV stelt eigenlijk in de motie geen opvang in de Twentehallen. Zit nog een klein dingetje aan, maar daar komen we zo misschien even op. VVD zegt helemaal geen asielzoekersopvang meer in Enschede. En Forum voor Democratie. En die motie gaan we verder hierna niet behandelen. Maar die wil ik toch even genoemd hebben. Die wil geen alleenstaande mannen opvangen meer dan in Enschede. Nou, die motie werd niet aangenomen overigens. Dus daar even. En die andere trouwens ook niet. Maar daar gaan we even nog wat verder op door. Misschien is het goed om bij die eerste motie, want die is van Hidde Heurting, die zegt dus van de PVV. Ja, we hebben geen uitleg meer even van Hidde hierbij. Die zal ik even doen. Hidde Heurting zegt geen asielzoekersopvang in de Twentehallen. Dat is naast een binnenspeeltuin, dat willen we niet. En in een sociaal kwetsbare wijk, Wesselenbrink. Daar reageren wat raadsleden op. En vooral ze reageren waarom ze niet instemmen met die motie. Okay. Nu zullen wij tegen deze motie stemmen. Eén, wij vinden dat we mensen moeten helpen die in ons land komen om een veilige plek te zoeken. Bovendien, zeker punt 1, waarbij we in feite het college onder curatele gaan stellen, zijn wij het ook niet mee eens, vinden we ook niet op zijn plek. We begrijpen de motie van de PVV in deze. En in de context zijn we het ook wel eens dat de raad eigenlijk altijd inzet moet zijn bij dergelijke vraagstukken. We denken alleen niet dat het handig is om alle bevoegdheden per definitie bij de burgemeester weg te halen. Ja, dank u wel, burgemeester. Alhoewel wij tegen een noodopvang in de Rulver in de Twentehallen zijn, zullen wij ook tegen de motie stemmen. Ongeveer hetzelfde als wat het CDA aangaf. Ja, je ziet wat haperingen, Niels. Ik zal het maar meteen even zeggen. Dat heeft niet meer te maken met ons systeem, maar het opnamesysteem van de raad, daar zitten soms die haperingen in. Ja. Dus als ik het dan zeg maar opneem, als ik het er vanaf haal, dan blijven die haperingen erin zitten. Ja. Dus het is vervelend, maar ik kan er niks aan doen. Ja. Maar wat zien we hier nou gebeuren? Want ze zeggen feitelijk, sommigen zeggen we zijn het eens met de PVV dat de Rulver niet een goede locatie is, maar toch nemen we de motie niet aan. Wat was dat is heel, heel frappant, hè? En ik heb daar ook een voorbeeldje van de stemming. Want hier zie je eigenlijk wat er gebeurt. Nou, sowieso zie je dat 34 raadsleden aanwezig zijn. 5 zijn er dus niet bij. En dat heeft misschien nog wel gevolgen voor eventueel stemverhoudingen als het een andere kant op zou gaan. Ja. Maar je ziet hier dus dat bijvoorbeeld BBE tegenstemt, CDA stemt tegen en SP. En dat zijn toch partijen, BBE hebben we niet gehoord. Maar zijn toch partijen die eigenlijk tegen die opvang in de Twentehallen zijn. Maar die stemmen dus tegen een motie van Hidde die zegt geen opvang in de Twentehallen. Dat was ook precies de strekking van die motie. Er zitten wat dingetjes. Kijk, en CDA en SP die geven hier ook al aan. Die wijzen op een en eigenlijk ook de ChristenUnie. Die wijzen op een bullet, op een puntje in die motie waarin Hidde Heurting aangeeft. Wij willen als raad, geef de locatie terug aan de raad. En dan moet de raad dan maar bepalen waar. Nou, en daarvan zeggen ze, dit is een collegetaak. Om een locatie aan te wijzen. Als raad mogen we daar wat van vinden. Sommige partijen vinden dat eigenlijk niet. D66 vindt, we moeten het college vertrouwen dat ze de juiste keuze maken. Maar goed, de raad mag wat van die locatie vinden. Ja. Maar het is wel een taak aan het college om met iets te komen. En daar zijn deze partijen waarschijnlijk dan tegen, dat puntje. Daar. Ja, in de kern denk ik dat de toon van het debat van Hidde Heurting van vorige week, dus het PVV-geluid, die willen geen asielzoekers. Ja. Nou, daar hoort een bepaalde retoriek bij, die kennen we. En ik denk dat heel veel partijen daar moeite mee hebben en dat ze misschien de
Dan bij PVV, ja, dat klinkt. Ik ben altijd van inhoud, maar aan de andere kant, de vorm die bepaalt dus heel veel in de politiek. Dat ze Hidde dan niet geven. Ja. Het voelt het als belonen van die toon die ze niet op prijs stellen. Ja. Zo zien ze het. Ja, en dat wel. Is verpand, want eigenlijk ben je dus tegen die opvang daar. En dan stem je tegen die motie die dat dan moet voorkomen. Nou, maar er kwam nog een motie. Ja. En die ging eigenlijk nog een stapje verder dan die van Hidde. Oh. Namelijk van Malki Jajan van de VVD. En die motie zegt: we willen helemaal geen asielzoekersopvang meer in Enschede. Dat zit ook verder geen einddatum aan. Dus het is nu klaar. Niet in noodsituaties, niet in andere situaties. Nee, die zijn er klaar mee. Kijk, de VVD heeft een bepaalde opvatting over het huisvesten van statushouders. En misschien wel dat het iets meer moet. Of meer zou kunnen op een bepaalde manier. Maar over die asielzoekersopvang zijn ze duidelijk, dat willen we niet meer. En daar kwam ook wat kritiek op. En dat heeft weer met wat landelijke ontwikkelingen te maken. Uitgerekend gisteravond. Mm-hmm. Laten we daarna gaan kijken. Ja, voorzitter, eindelijk staat hier dan een VVD die een motie wil indienen om de asielopvang in Enschede te stoppen. Alleen de vraag die wij hebben daarbij, voorzitter, is wat deze motie nou eigenlijk waard is. Want het is dezelfde VVD, maar dan 200 kilometer verderop, voorzitter, die zometeen deze motie van deze VVD-fractie onderuit gaat schoffelen met een dwangwet, waar dan vervolgens deze motie helemaal niets meer waard is. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil ook graag nog heel eventjes terugkomen op datgene waar ook de heer Heuting mee kwam. Ik vind het wel spannend wat er gebeurt. En de heer Jajan die eindigde net met wij als VVD tegen mevrouw Hummels. Dan denk ik, ja, wij als VVD, welke VVD is dat dan nu? Maar volgens mij wat u hier in feite doet, en u bent behoorlijk ingewijd in Den Haag, dat weet u zelf ook heel goed. En ik weet niet wat u weet, maar ik denk dat u genoeg weet. U weet ook wat eraan staat te komen, maakt u mij niet wijs. Dan in feite wat u naar mijn mening doet en graag uw reactie erop is hier aan Enschede vragen om burgerlijk ongehoorzaam te zijn tegen niet alleen uw staatssecretaris, maar ook uw partijleider, et cetera. Dus wat is nou de echte VVD? Welke VVD, wij als VVD, wie zijn dat? En bent u het met mij eens dat hier sprake is van gewoon burgerlijk ongehoorzaamheid ons hiertoe op te roepen? Zeker naar de geest. Ja, misschien een vraag. Bedoelt u dit nou serieus of is dit een grap? Dat is denk ik mijn eerste vraag. Bedoelt u dit serieus? Meneer Jajan, als dat uw reactie is op mijn vraag, dan hebt u mijn vraag daarmee beantwoord. Nou ja, nee, ja, ik kan dat antwoord best geven. De asielwet, die is niet ingegaan. Nee, maar u deponeert hier allerlei burgerlijke ongehoorzaamheid. Hoe kom je erbij? Want die asielwet is nu niet ingegaan. Het gaat nu over de crisisnoodopvang. We zitten nu in november. Wat ik in media lees, en nogmaals, dat is media, want die wet is nog niet door de Tweede Kamer, nog niet door de Eerste Kamer. Wat ik in media lees is dat die in januari ingaat. We zitten nu in november. In welk opzicht is dan hetgeen wat wij voorstellen, gaat dat tegen de wet in? Of om nog een overtreffende trap eraan te koppelen, is dat burgerlijke ongehoorzaamheid? En als de heer De Rode hier wel serieus in was, beseft u dan wat u dan de ander in de schoenen wrijft? Wij zijn een law and order partij. Wij vinden altijd dat je je aan de regels moet houden. En dit is volledig binnen de regel. Ja, two-faced VVD in deze. Toch wel een beetje, zou je zeggen. Ja, dit zie je ook een beetje die discussie van in hoeverre ben je verantwoordelijk wat jouw landelijke partij voor jou doet. Moet je dat blind volgen? Ja. Aan de andere kant, als je dat niet doet, dat geeft ook wel aan de ene kant een raar signaal af. Malkies heeft natuurlijk wel van de VVD heeft hij natuurlijk wel een punt dat hij zegt, ja, gisteravond is dat naar buiten gekomen. Hè? We hebben allemaal die interviews gezien met Sophie Hermans, dat een pittig gesprek was met de voorman van de VVD, moesten ze zeggen. En niet de leider, maar goed. Met Mark Rutte dat het een pittig gesprek was. Maar dat ze toch hebben besloten om dan voor die wet te gaan. En die wet zegt, die asielwet, dat gemeenten zoveel, en het wordt op naar raad toch gedaan, zoveel asielzoekers straks verplicht moeten opvangen. Mm-hmm. Eerst komt dat met een verzoek, maar dat het uiteindelijk gedwongen kan worden bij gemeenten. Nou, dus dat het opgelegd kan worden. En als die wet ingaat, en dat zou zomaar vanaf 1 januari kunnen zijn, ja, dan kun je nou zeggen, we willen geen asielzoekersopvang, helemaal niet meer. Maar dan worden ze straks door de strot geduwd. Ja, en daar hebben, kijk, daar hebben Hidde en Hidde Hutting van PVV en Henry de Rode van ChristenUnie natuurlijk wel een punt. Ja. Die moties staan 2 maanden geldig. Ja. Aan de andere kant, het gaat hier wel over deze crisisnoodopvang. En met de middelen die je nu als gemeente hebt. En als je tegen bent, kun je nu gewoon zeggen, we willen dat niet.
Daar heeft Malkies ook een punt. Hoe zit dat eigenlijk met de rol van de gemeenteraad, om het daar nog maar eens over te hebben? Moeten zij hier de hand in hebben, of moet je die toch bij het college houden? Ja, de rol van de gemeenteraad is in principe niet dat ze, zoals dat vastgelegd, dat ze zelf de locatie gaan uitzoeken. Er komt een verzoek en er is dan ook nog crisisopvang. Daar is gewoon een bevoegdheid van de burgemeester om te zeggen, daar verlenen wij medewerking aan. Dan kan de raad hoog en laag springen en op de kop gaan staan. Maar dan bepaalt de burgemeester gewoon wat er gebeurt. Het college, dus de burgemeester en wethouders, die zoeken een locatie uit. Nu is het wel een iets andere situatie, want die opvang is al 3 maanden bezig. Die moet er nog voor 5 maanden worden verlengd. Mm-hmm. Kun je dan nog spreken van crisisopvang? En daarom merk je ook al bij het college, dat ook al bij de burgemeester Rolf Bleek, dat hij daar ook naar de raad wat meer in is van, ja, als jullie zeggen dat het niet kan, dan gaan we het niet doen. Ja. En dan worden, nou ja, als de raad zou zeggen, we doen het helemaal niet meer, die crisisopvang moet dicht, dan gaan die mensen die daar wonen gewoon terug naar Ter Apel. En ja, of ze dan een opvang hebben, en dat is dan de vraag. En dat is ook het probleem met de partijen als PvdA, die zeggen, ja, we laten ze niet buiten slapen. Ja. Maar het is dus eigenlijk uiteindelijk aan het college om die keuze te maken. Maar ze buigen wel mee, dat ze ziet. Ja, maar er zitten wel wat overwegingen. Want je kunt vragen, nou, hoe zijn ze tot deze keuze daar in Westerlebrink gekomen? Daar legde Kampman gisteren, de wethouder Arjan Kampman, legde die uit. Gaan we naar kijken. Ja, dank u wel voor de vraag. Geeft ook even de ruimte om dat uit te leggen. Het college heeft gekeken naar locaties die binnen een afzienbare tijd, 2 tot 3 weken, beschikbaar waren om de opvang te doen. Er is een selectie gemaakt. Collega Diepenmaat is degene die verantwoordelijk is dan voor waar kan eventueel huisvesting ook plaatsvinden. Daar is een terugkoppeling van geweest in het college met voors en tegens op verschillende locaties. In totaal waren er 3 locaties beschikbaar waar het zou kunnen. Locatie 1 was de Twentehallen, weet u. Locatie 2, waar het zou kunnen, was de huidige Noordmolen. En locatie 3, waar het zou kunnen, is de huidige plek, zeg maar, waar op dit moment de opvang plaatsvindt. Dat waren de 3 plekken. En daar hebben we de keuze uitgemaakt. En die keuze hebben we gemaakt gezien de afspraken die we in Lonneker hebben gemaakt, gezien het sentiment wat we reeds daarvoor proefden rondom de Noordmolen, hier inderdaad, hebben we wel overwogen de keuze gemaakt voor de Twentehallen. En daarvan vindt dit college nog steeds dat het een prima plek is om de opvang te doen. Toch opmerkelijk, hè? Want daar werd vorige week hadden wij het. Was het vorige week? Hadden we het hierover? Toen kwam het ter sprake dat Margriet Visser het had gelezen ergens, hè, de Noordmolen. Terwijl er was afgesproken geen asielopvang in de Noordmolen. Geen toch heeft het Afghanen, op tafel, zeg maar. Geen, alleen Oekraïners. Ja. En toch heeft het op tafel gelegen. Toch heeft het zeker op tafel gelegen. En dat blijkt nu wel. En ook de keuze waarom ze tot Twentehallen zijn gekomen. 1, je hebt een afspraak met Lonneke. We gaan het daar niet verlengen. 2, je hebt een afspraak met de gemeenteraad. De Noordmolen is alleen voor Oekraïners. Ja, en dan is op zo'n korte termijn volgens het college alleen de Twentehallen beschikbaar. Ja. En dat het naast een binnenspeeltuin is. Kampman zei letterlijk, volgens mij richting Hidde Heurtink, so what? Ja. Waarmee die eigenlijk zei van, jullie doen alsof we hier met allemaal criminelen te maken hebben. Er zijn wel wat incidenten geweest. Overigens zijn 11 mensen uit deze opvang gestuurd in de loop der tijd. Haalde Malki Zayan ook nog aan. Maar goed, dit was de beste optie volgens het college. Dan even de slag maken naar wat er dan wel gaat gebeuren. Want we hebben nu een motie gezien van de PVV die zegt, we willen geen asielopvang in de Twentehallen. Nou, die werd verworpen. We hebben een motie gezien van de VVD die zegt, we willen helemaal geen asielopvang in Enschede. Die werd ook verworpen. Als je dat gewoon 1 plus 1 is 2, als je dat optelt, dan kom je eruit dat er misschien toch opvang in de Twentehallen komt. Ja, en dat zou je er inderdaad uit kunnen afleiden, hè, uit deze moties. Maar er gebeurde wat geks in die gemeenteraad. Er was een lange schorsing. En toen kwam Jaren Hummels. En ik had daar een video voor PvdA. Die gaan we denk ik even niet laten zien. Ik kan het wel uitleggen. Toen kwam Jaren Hummels van PvdA terug. En die legde uit, we hebben een overleg gehad binnen een aantal fracties. En met onder andere ChristenUnie, GroenLinks, Partij voor de Dieren. We gaan er toch voor. En burgerbelangen. We gaan er toch voor om die opvang voor te stellen om de vertrekhal te verlengen. Dus, met andere woorden, de belofte aan de Londenkenaren om niet te verlengen, te verbreken. En dat is heel raar, want in het begin van de vergadering, als die motie niet wordt ingediend, als het ware, dan
blijft die opvang in de Twentehallen gewoon staan. En op basis van de reacties van die partijen, PvdA, GroenLinks, ja, ChristenUnie... Zeggen ze, we willen het niet. Nee, we vinden, ja, het eigenlijk ook prima, de Twentehallen. Sterker nog, ChristenUnie zegt tegen Hidde, Hutting van PVV... wij moeten ons niet bemoeien met die locatie. Vervolgens gaan ze een andere locatie voorstellen. Ja, wat natuurlijk, ja, ook raar is. Ja. Maar goed, dan ging het die partijen waarschijnlijk om dat puntje wat erbij stond, dat de regie terug moet naar de gemeenteraad. Zo zou je dat dan kunnen verklaren, toch? Ja, maar hier pakt de gemeenteraad, ja, zelf de regie en, ja, zegt, doe maar naar de vertrekhal. Dat is ook weer zo, ja. Dus het lijkt een beetje gespleten wat dat betreft. Ja. De rol van burgerbelangen in deze, want die hebben voorgestemd, hè? Laat het maar op de luchthaven. Ja. We hebben ze verder niet echt voorbij gekomen. Tegen het afwijzen van de Twentehallen gestemd, ja, maar voor de vertrekhal. En terwijl ze eigenlijk tegen opvang in de Twentehallen zijn, weet ik dan zo uit wat gesprekken. Mm-hmm. Wat daarachter zit is dat ook wel een beetje... voor deze vergadering zijn er wat gesprekken geweest tussen burgerbelangen en onder andere PvdA. En burgerbelangen heeft, denk ik, in zoveel woorden gezegd van... wij willen dat in vertrek al gaat. Daarmee kunnen we jullie... en jullie is dan de partijen die de crisisopvang willen verlengen... Ja. Aan de meerderheid in de gemeenteraad helpen. Gaan jullie daar niet mee akkoord? Ja, dan kan er zomaar een motie in worden gediend waarin we zeggen... En iets anders dan die van Hidde, ja, misschien dat kleine puntje eruit halen. We willen het niet in de Twentehallen hebben. En die zou dan met hulp van burgerbelangen aan een meerderheid zijn gekomen. En CDA en SP wellicht, hè, die zouden daar dan ook wel mee instemmen misschien. Mm-hmm. Of het dan gebeurd was met de mensen die er niet waren, dat zou heel spannend zijn geworden. Maar er is vooraf wat besproken. Ja. Al met al. Ja. Hebben we nu een motie waarin de gemeenteraad zegt... laat het maar op Vliegveld Twente in de vertrekhal. Ja. Die motie wordt aangenomen. Ja. En dat brengt het college in een lastig pakket, schrijf jij. Ja, want onlangs heeft de burgemeester nota bene in een... je kunt je afvragen, zeker met dit soort thema's... is het verstandig om beloftes te doen. Maar goed, die is gemaakt. Heeft de burgemeester aan omwonenden van Lonneke... van de luchthaven daar gezegd... nou, we gaan het niet verlengen. Dat is echt een belofte naar je burgers... Die belofte ga je nu breken. Nu schijnt het... ik hoor verschillende verhalen. Er zijn wat mensen die hebben daar echt problemen mee in Lonneke. Die zeggen, we willen dat die einddatum wordt vastgehouden. Er schijnen ook best wat mensen te zijn die zeggen... Nou, het gaat op dit moment een moeilijke start... maar het gaat op dit moment vrij goed. Dat ze daar wat minder problemen hebben. Maar feit blijft, je doet een belofte aan je stad. En daarvoor laat jij... een belofte aan je raad. Want je had ook bijvoorbeeld kunnen besluiten... om in een Noordmolen op te vangen. Waarom is dat niet gedaan? Dat was alleen maar een belofte aan de raad. De raad had daar kunnen zeggen, ja, nou, doe maar wel. Maar de raad wil dus niet, in de binnenstad hebben. Ja. En je moet kiezen tussen meerdere kwaden. Ja, en kan man de wethouder liet ook doorschemeren... dat misschien deze motie niet uitgevoerd wordt... En dat is het lastige pakket. Het college en de raad, hè, de raad is uiteindelijk het hoogste orgaan, heeft een keuze moeten maken tussen een overtuiging. Wil jij asielzoekers opvangen of niet? Daar is er in principe een meerderheid voor, alleen de locatie niet. Ja. Of een belofte aan de stad. En dat is niet verlengen in het noorden van Enschede. En daar, ja, daartussenin gaan allerlei verschillende meningen. En je ziet hoe dat... alle kanten op gaat en uiteindelijk hierop uitkomt. En dus het college straks, ja, Roelof Bleken en wethouder Arjan Kampman... naar Lonneke mogen om uit te leggen, ja, dat die belofte verbroken gaat worden. En toch ligt de regie nog steeds bij hun. Ze kunnen zelf bepalen of die motie opvolgen of wel, niet. Uiteindelijk wel. Ja. We gaan meemaken, ja, wat er gaat gebeuren. Wilco, dankjewel voor de uitleg.